Hallo, ik ben Christophe Bel. Ik heb dit boek geschreven, geloof me maar. En ik kom dat heel graag inspreken hier bij de Luisterpuntbibliotheek. Hij zegt dat hij zichzelf niet kan zijn. Je verdient beter dan hem. Maar hij zegt dat hij niet zonder me kan. Telkens vroeg ik me af of iemand anders ooit dezelfde woorden had uitgesproken en hoe dat dan was afgelopen. Ik vroeg me af of iemand dat toen had gehoord en zich had afgevraagd of iemand anders ooit dezelfde woorden had uitgesproken en hoe dat dan was afgelopen. Hij zegt dat hij me nodig heeft, dat hij me niet wil kwetsen. Wat betekent dat? Ik werd bezocht door al diegenen die, elk op een eigen manier, bij hoog en laag, bleven beweren intelligenter te zijn dan alle anderen. Ze rangschikken zichzelf, maar ze beseffen dat niet. Je zit onder zijn huid, waardoor hij nooit nog een vrouw graag zal kunnen zien en hij zich een leven lang zal afvragen waarom hij maar niet gelukkig kan worden. Ze nemen een slok wijn en laten de felrode afdruk van hun lippen achter op het glas.